Hierbij open ik deze academische zitting waarin Gwendoline Nathaniel Yvette van Gorkom het academisch proefschrift getiteld Improving Outcome of Hepatopoietic Stem Cell Transplantation, a Possible Role of Haploidentical Donors and Ascorbic Acid in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Hallo allemaal. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid hier bij mijn verdediging vandaag. In het komende kwartier zal ik voor jullie proberen te verhelderen met wat voor onderzoek ik de laatste jaren bezig ben geweest en wat uiteindelijk heeft geleid tot de totstandkoming van dit proefschrift en deze verdediging. Mijn hele proefschrift draait om de hematopoëtische stamceltransplantatie, waarbij ik op zoek ben gegaan naar manieren om de uitkomsten hiervan te verbeteren. Voor de aanwezigen die minder in deze materie zitten, zal ik eerst wat uitleg geven over stamceltransplantaties in het algemeen. Vervolgens zal ik kort een samenvatting geven van de belangrijkste onderwerpen van mijn proefschrift. In mijn werk als arts en als onderzoeker staat de patiënt centraal. In het geval van een hematopoëtische stamceltransplantatie is dit een patiënt met een over het algemeen hematologische vorm van kanker, zoals bijvoorbeeld de leukemie. Vaak is zo'n patiënt al voorbehandeld om het grootste gedeelte van de kankercellen op te ruimen en is de stamceltransplantatie het laatste gedeelte van een intensief behandeltraject om met de laatste kankercellen af te rekenen. Zo'n patiënt wordt dan opgenomen en behandeld met chemotherapie of radiotherapie, ook wel bestraling genoemd, of een combinatie van beide. Dit zorgt ervoor dat de resterende kankercellen worden opgeruimd. Helaas werkt deze behandeling niet alleen op de kankercellen, maar worden ook gezonde cellen soms vernietigd. Een voorbeeld van de gezonde cellen die worden vernietigd door de behandeling zijn de afweercellen, ofwel de witte bloedcellen, die worden gemaakt in het beenmerg. Na de chemotherapie of radiotherapie krijgt een patiënt via het infuus de stamcellen toegediend. Dit zijn voorlopercellen die in het beenmerg thuishoren en kunnen uitgroeien tot allerlei soorten bloedcellen, onder andere afweercellen. Deze stamcellen zijn in het geval van een autologe stamceltransplantatie vooraf afgenomen bij de patiënt zelf en in de vriezer bewaard, zodat ze niet werden blootgesteld aan de chemotherapie of de radiotherapie. De stamcellen hebben echter tijd nodig om uit te groeien tot volwaardige afweercellen. En omdat er geen eigen afweercellen meer zijn, is een patiënt in deze periode kwetsbaar voor het krijgen van infecties met bacteriën, virussen en schimmels. Meestal duurt het zo'n 10 tot 20 dagen voor de eerste afweercellen weer aanwezig zijn in het bloed. Die zijn uitgegroeid uit de gegeven stamcellen. De afweercellen zorgen ervoor dat de infecties worden bestreden en de patiënt herstelt weer. Het is ook mogelijk om afweercellen te gebruiken die afkomstig zijn van een donor. Hiervoor wordt gekozen bij extra agressieve kankersoorten, waarvan wordt verwacht dat alleen de chemotherapie en de radiotherapie onvoldoende is om af te rekenen met alle kankercellen. Donorstamcellen hebben namelijk nog een extra effect. De afweercellen die uit donorstamcellen groeien, zijn namelijk ook in staat om kankercellen op te sporen en te vernietigen. Dat klinkt heel aanlokkelijk, maar dit type transplantatie is niet zonder gevaar. Donorafweercellen kunnen ook te actief worden, waarbij ze gezonde organen van patiënten kunnen beschadigen. Bijvoorbeeld de huid, de lever en de darm. Dit wordt afstoting genoemd en afstoting is een gevaarlijke complicatie die soms zelfs fataal afloopt. Om afstoting tegen te gaan en ook te behandelen, wordt medicatie gegeven die de donorafweercellen afremt, zodat de gezonde organen ongemoeid worden gelaten. Deze medicatie blokt echter ook de normale donorafweercellen, die eigenlijk moeten zorgen voor het bestrijden van pathogenen en het opruimen van kankercellen. Dit kan leiden tot infecties en het terugkeren van de oorspronkelijke kanker. Al met al is er een wankelen en soms moeilijk te vinden balans
tussen te veel en te weinig activiteit van de donorafweercellen in het geval van donortransplantaties. Mijn proefschrift is opgedeeld in twee hoofdthema's. In deel 1 kijk ik op de beschikbaarheid van donoren kan worden vergroot door het gebruik van een zogenaamde haploidentieke donor. Aangezien een stamceldonor natuurlijk essentieel is voor het uitvoeren van een donor-stamceltransplantatie. Als je op zoek gaat naar een donor, kijk je naar speciale afweerantennes. De genen voor deze afweerantennes liggen samen op een rijtje geclusterd op chromosoom 6. Ieder erft 5 voor de transplantatie essentiële afweerantennes van vaderskant en 5 van moederskant. Traditioneel wordt als stamceldonor gezocht naar een broer of zus die alle 10 van de afweerantennes gelijk heeft aan de patiënt. Dat is bij 25% van de broers en zussen het geval. Door het kleiner worden van de gezinnen en het steeds ouder worden van de patiënten, wordt het echter steeds moeilijker om een geschikte familiedonor te vinden. Een alternatief is een donor uit de Werelddonorbank, maar zo'n zoektocht kost meer tijd. De aanschaf van stamcellen is duur. En voor patiënten van een niet-westerse origine is de kans op het vinden van een Wereldbankdonor klein. Een andere, nieuwere optie is om gebruik te maken van een haploidentieke, oftewel een half-identieke familiedonor, waar dus maar 5 van de 10 afweerantennes gelijk zijn aan de patiënt. Er zijn veel meer donoropties dan, want alle ouders en kinderen en de helft van de broers en zussen is half identiek. Maar het is ook mogelijk om zo geschikte donoren te vinden bij derde of vierde graads familieleden. Zo is het mogelijk voor meer dan 95% van de patiënten een geschikte donor te vinden. Transplantaties met dit type donor werden voorheen weinig uitgevoerd, omdat het grotere verschil in afweerantennes leidde tot een grotere kans op afstotingsreacties door de te actieve donorcellen. Echter, enkele jaren geleden is in Baltimore ontdekt dat door het geven van extra chemotherapie net na de stamceltoediening de te actieve afweercellen worden opgeruimd en de goede afweercellen relatief ongemoeid worden gelaten. Deze ontdekking heeft ertoe geleid dat het aantal de haploidentieke stamceltransplantaties explosief is gegroeid. In hoofdstuk 2 van mijn proefschrift onderzoek ik de resultaten van een haploidentieke stamceltransplantatie bij patiënten met een chronische leukemie. Deze gegevens heb ik gehaald uit een grote Europese database waar alle uitkomsten van transplantaties in Europa worden bijgehouden. Links staat in de figuur de overleving van de patiënten weergegeven na de transplantatie. In het begin is iedereen nog in leven na de transplantatie en elke keer als er een patiënt doodgaat, gaat de lijn een stapje omlaag. Zo kan je zien dat na 5 jaar nog bijna 40% van de patiënten in leven is. Dat maakt de haploidentieke stamceltransplantatie een valide optie als donor op het moment dat er een heel agressieve ziekte is en er geen identieke donor beschikbaar is. Ik heb ook gekeken naar voorspellers voor overleving en het bleek dat de belangrijkste voorspellende factor een rustige ziekte was. Timing van een transplantatie is dus essentieel en een transplantatie zou dus moeten plaatsvinden op het moment dat de ziekte in remissie is. In hoofdstuk 3 beschrijf ik de uitkomsten van de haploidentieke transplantaties die we tussen 2016 en 2018 hebben uitgevoerd in het MUMC toen we deze methode hebben geïntroduceerd in ons centrum. Er waren bij ons geen verschillen in overleving tussen transplantaties met een haploidentieke familiedonor, een identieke familiedonor en een donor uit de Werelddonorbank. Wel overleed er een opvallend groot aantal patiënten aan infecties. We hebben hierop ons preventieve antibiotica-beleid aangepast. We hebben extra aandacht gegeven aan de preventie van virale infecties op de afdeling. En verder zijn we nadrukkelijker de risicofactoren voor overlijden voor de transplantatie bij patiënten in kaart gaan brengen. Vervolgens heb ik onderzocht of er een verschil was in kosten
van transplantatie met de verschillende donortypen en of dit de keuze voor een bepaalde donor voor transplantatie zou kunnen beïnvloeden. De totale kosten bleken gelijk tussen de haploidentieke familiedonortransplantatie en de Wereldbankdonortransplantatie, terwijl een transplantatie met een identieke familiedonor evident goedkoper was. Daarna heb ik gekeken naar de kosten van de verschillende fases van transplantatie. Hierbij viel op dat de onverwante Wereldbankdonor met name duur was in de voorbereidingsfase, waar ook de kosten van het transplantaat onder vielen. De haploidentieke transplantatie was veel duurder in de transplantatiefase, omdat de patiënten langer opgenomen waren door de extra chemotherapie die moest worden gegeven tegen de eventuele afstotingsreacties. De nazorgfase tot 1 jaar na transplantaties was voor alle donortypes soortgelijk. Omdat er binnen families vaak vele haploidentieke donoren beschikbaar zijn, is het misschien mogelijk om ook een donor uit deze te kiezen waar de afweercellen een extra krachtig effect hebben tegen de kankercellen van de patiënt. In hoofdstuk 5 beschrijf ik de resultaten van een studie waar we zo'n speciaal geselecteerde donor hebben gebruikt in het geval van multiple myeloom, een andere beenmergziekte. Het was de gedachte dat belangrijke donorafweercellen, namelijk de natural killer cellen, die een belangrijke rol hebben in het vernietigen van kankercellen in donortransplantaties, bij deze patiënten een extra krachtig antikankereffect zouden hebben. Na de behandeling van 12 patiënten zagen we echter dat geen enkele van hen een langdurig effect had van de transplantatie en zijn we met deze studie gestopt. We denken dat het gebrek aan effect werd veroorzaakt omdat er te weinig tijd was voor de donor natural killer cellen om uit te groeien tot volwaardige kankerbestrijdende afweercellen, omdat de kanker veel te snel progressief was. Het tweede gedeelte van mijn proefschrift draait om de vraag of de tijd van transplantatie tot herstel van afweercellen kan worden beïnvloed door het geven van vitamine C. De verkorting van deze periode zou leiden tot minder infecties en er zou in het geval van een donortransplantatie ook sneller een effect zijn tegen de kankercellen. De gedachte dat het van nut zou kunnen zijn kwam uit ons laboratorium. We hebben daar namelijk gezien dat sommige afweercellen beter opgroeien met vitamine C of eigenlijk het zelfs nodig hebben om op te groeien. En dat andere afweercellen, zoals bijvoorbeeld de belangrijke natural killer cellen, zich ook beter vermenigvuldigen onder invloed van vitamine C. Verder werd gezien dat bij patiënten die werden opgenomen voor een behandeling van hematologische kanker in ons ziekenhuis, ze in het bloed een lager vitamine C gehalte hadden dan gezonde vrijwilligers. Het was wel de vraag of dit verlaagde vitamine C gehalte in het bloed leidde tot een functioneel tekort van vitamine C in de afweercellen waar het zijn werking moet hebben. We hebben daarom een methode ontwikkeld om het vitamine C in de afweercellen te meten. De validatie van deze methode beschrijf ik in hoofdstuk 6. Verder heb ik onderzocht wat er al gepubliceerd was over het effect van vitamine C bij de behandeling van kanker. Mijn voornaamste reden was om te kijken of er geen grote nadelen, zoals extra snelle tumorgroei, werden gezien bij eerdere studies. De tot op dan gepubliceerde studies waren echter over het algemeen van slechte kwaliteit, met een grote variëteit aan ziekten en behandelingen en over het algemeen geen bewezen klinisch effect. Maar er leken ook geen grote nadelen te kleven aan het gebruik van vitamine C. Dus vitamine C-suppletie leek veilig. Aansluitend daarop hebben we een studie ontworpen waarbij patiënten met een transplantatie met eigen stamcellen worden behandeld met vitamine C of een placebo gedurende 6 weken rondom de transplantatie. Belangrijke eindpunten van deze studie zijn het herstel van de donorafweercellen, van de afweercellen van de patiënt, want er zijn geen donorcellen, het optreden van infecties en de opnameduur in het ziekenhuis.
Tot zover de korte samenvatting van mijn proefschrift. Als ik filosofeer over de toekomst van stamceltransplantaties en op welke manieren deze verbeterd zou kunnen worden, ik denk ik dat er talloze interessante en vernieuwende opties in opkomst zijn. Een heel klein gedeelte hiervan heb ik proberen weer te geven in deze versimpelde grafiek ervan. De eindeloze invalshoeken voor verbeteringen en de continue verandering... Mijn vragen af te ronden. Ja, ik ben het laatste. Maken stamceltransplantatie voor mij een heel aanlokkelijk onderzoeksveld. Aan de continue veranderingen in de transplantatiestrategie verwijs ik ook in stelling 10, waarmee ik de presentatie wil afsluiten. Niets duurt voort, behalve verandering. Mag ik u danken voor uw aandacht. Ik geef het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Bekers, hoogleraar klinische chemie aan deze instelling. Professor Bekers was tevens voorzitter van de beoordelingscommissie. Ja, dank u, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovendus, ik wil u hartelijk feliciteren met het prachtige proefje wat u gemaakt heeft. Ik was zeer onder de indruk. Ik heb veel geleerd over de hematopoëtische stamceltransplantaties. En mijn complimenten natuurlijk ook voor de promotor en co-promotor. Toen zijn er enkele punten waarbij ik met u over gedachten van wil wisselen. En in eerste instantie wil ik dat doen over vitamine C. Ik ben klinisch chemicus in het MBMC, het klinisch chemisch laboratorium. Per jaar bepalen we enkele honderden vitamine C monsters in plasma. U heeft een prachtige easy-to-use HPLC-methode ontwikkeld. En wat zou u mij adviseren om die methode die u ontwikkeld heeft ook te gaan gebruiken in ons laboratorium? Als u het in het plasma wil meten, is de methode die in het laboratorium nu wordt gebruikt natuurlijk veel... Ja, u geeft aan dat de vitamine C een betere afspiegeling is. Het klopt inderdaad dat vitamine C in het bloed niet zo'n goede afspiegeling is van het totale vitamine C wat je hebt in je lichaam. En het zou eigenlijk veel handiger zijn als je echt daadwerkelijk het vitamine C in het lichaam wil weten, om het te meten in de witte bloedcellen. Wij doen het dan in de lymfocyten. Ik denk alleen wel dat een routine laboratorium niet heel makkelijk de lymfocyten kan scheiden. En het moet snel bewerkt worden, want vitamine C verlaagt heel makkelijk. Dus ik zou heel graag zien dat vitamine C in de cellen wordt bepaald, in tegenstelling tot het plasma, maar het grote verschil in gemak. Waar gaan we tegenaan lopen als we dat zouden gaan doen? Heeft u tips om dat hoe we het zouden kunnen gaan implementeren? Want u zegt, scheiden kunnen wij denk ik wel van het plasma en de cellen. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat waar wij tegenaan lopen is denk ik de snelheid. Ik denk dat de grootste dingen waar je tegenaan loopt is de snelheid. En de analisten op het CDL zijn denk ik niet gewend aan de scheidingsmethode die wij hebben gebruikt voor de lymfocyten. Maar dat valt natuurlijk te leren. Maar ik zag ook, want ik heb gekeken wat er de laatste jaren aan vitamine C is bepaald in het plasma, in het CDL, dat heel veel aanvragen van extern komen. En dat is eigenlijk al onmogelijk, want als die dingen op transport zijn en dan een dag later worden bepaald, dan verlies je gewoon het vitamine C. Dan zouden al die patiënten daadwerkelijk naar Maastricht moeten komen. En dan zouden de analisten snel klaar moeten staan om de cellen te scheiden en het te bewerken. Ja, nee, duidelijk. Dan wil ik even doorgaan met de vitamine C en dan in hoofdstuk 8 beschrijft u de FICAST-studie. En gaat u dan in zowel de cellen als in het plasma vitamine C bepalen? Ja, dat hebben we gedaan, ja. En u schrijft een prachtig protocol, maar kunt u al een tipje van de sluier oplichten van wat de resultaten daarvan zijn? Jazeker. Ik ben ook met de analyse bezig, maar de studie is ondertussen afgerond en alle patiënten zijn naar de eindpunten gekomen, zeg maar. En wat we zien is dat de tijd tot het duurt tot de neutrofielen weer terugkomen, wat eigenlijk het primaire eindpunt is, niet wordt beïnvloed door het gebruik van vitamine C. Dus dat is heel erg jammer. We zagen ook dat de patiënten even lang waren opgenomen, of ze nu wel of niet vitamine C gebruikten. We zagen wel iets minder bacteriemieën in de patiënten met vitamine C, maar dat verschil was net niet significant. Daar hadden we natuurlijk ook niet op gepowerd. En wat verder opvallend was, maar dat moeten we nog verder uitzoeken, is dat de meeste celpopulaties identiek waren, maar de cytotoxische T-cellen daadwerkelijk bij repopulatie veel meer aanwezig waren bij de patiënten met vitamine C
dan bij de patiënten die placebo gebruikten. Ja, dit leidde dus niet tot minder infecties, of niet significant. Niet tot het minder lange opname, dus ik weet niet wat je ermee kan. Maar als ik patiënt zou zijn, zou je me adviseren wel of niet vitamine C te gaan nemen? Ik denk dat in dit geval dat ik zou moeten zeggen, niet direct zal ik maar zeggen. Misschien hebben we geen rekening mee gehouden dat er ook enkele muizenstudies zijn, waar melphalan, een van de belangrijkste chemotherapiemiddelen die wij gebruiken in het kader van autologe stamceltransplantatie, vitamine C een synergistisch effect heeft met die melphalan. Waardoor in muizenstudies wordt gezegd dat je eigenlijk minder melphalan had kunnen gebruiken. Of zou kunnen gebruiken. En dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben mensen de volledige dosis chemotherapie gegeven. En misschien wel de chemotherapie harder laten werken door het geven van vitamine C. Uiteindelijk hebben de patiënten daar ook geen grote nadelen van ondervonden. Misschien heeft het wel iets gedaan op hun uiteindelijke ziekte. Dus misschien hadden ze wel minder kankercellen over, maar dat hebben we niet kunnen controleren. Nee, het is een soort baat het niet, dan schaadt het niet. Nee, dat zou ik dus niet zeggen, want heel vaak wordt over vitamine C gezegd, baat het niet, schaadt het niet. Je kunt het overal in toepassen, het is geweldig, net zoals alle andere vitamine. Maar ik denk niet dat je rücksichtloos maar altijd moet denken dat vitamines en wat voor concentraties dan ook hartstikke goed zijn. En dat je echt moet kijken naar, is er daadwerkelijk een biologisch effect? En dat moet uitzoeken in een gerandomiseerde setting. En in dit geval hebben we niet bewezen dat het effectief is, dus gaan we het ook niet meer doen bij onze patiënten. Prima, duidelijk. Ik ben zeer tevreden met die antwoorden en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Zweegman, hoogleraar hematologie aan Amsterdam UMC. Professor Zweegman was tevens lid van de beoordelingscommissie en we zijn uitermate erkentelijk voor uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de conrector. Mevrouw de promovendus, het is een eer om met u van gedachten te wisselen. Maar allereerst wil ik een blik werpen samen met u op uw kaft van het boek. Ik denk dat het een prachtige kaft is die u kenmerkt. Het laat gedachtelijk vrijelijk uitwaaieren, maar u durft ook een lijn te trekken. En ik denk dat u zich op gebieden heeft begeven waar de beroepsgroep nogal eens wat wantrouwend naar is geweest. Als je kijkt naar haplo-identieke transplantaties, heeft men wel eens gezegd, nou dat kan niet werken. Dat is eigenlijk heel vooringenomen geweest. Van vitamines zeggen we nog wel eens, nou dat is wat kwakzalverij. Ik denk dat het heel mooi is dat u tegen de gevestigde orde bent ingegaan. En ik wil dus u niet alleen feliciteren met uw proefschrift, maar ook met het gedachtengoed wat daarachter zit. Dat heeft u van niemand vreemd, denk ik. En daarom wil ik ook de promotor daarmee feliciteren en de co-promotor. Ja, tot zover mijn complimenten. Want ik denk dat u soms iets te veel heeft dwars gedacht. En daartoe zou ik u beide paranymfen willen betrekken. Ik zou één paranymf heel graag stelling 7 willen laten voorlezen. Niet de arts, maar het lichaam geneest de ziekte. Dank u wel. Het is altijd goed om iedereen te betrekken maatschappelijk gezien. En daartoe zou ik dan ook de tweede paranymf willen uitnodigen. Zou u stelling 5 willen voorlezen? Toekomstige studies zouden zich moeten richten op strategieën om het antitumoreffect van de natural killer cell in stamceltransplantaties te optimaliseren. Ja, en toen geraakte ik in verwarring, mevrouw de promovendus. Want ik dacht, zijn die stellingen nou niet tegengesteld? En ik zou u willen vragen, zou u een filosofische insteek willen nemen of een economische insteek om mijn vraag te beantwoorden? Dank u wel, hooggeleerde opponent, voor uw complimenten. Een economische of een filosofische insteek? Ik moet heel even denken. U vraagt mij... Nou, ik zal, als u de filosofische insteek kiest, dan zal ik u de vraag iets... specifieker stellen. U stelt eigenlijk met stelling 7 dat het lichaam eigenlijk alles oplost. En nou, de NK-cel bevindt zich in het lichaam, die verweert zich tegen het vreemde. En dat is dus eigenlijk een hele prachtige oplossing. En dan vervolgens gaat u naar stelling 5 en dan wilt u dat toch allemaal gaan beïnvloeden. En daarvan dacht ik, nou, daar zou ik uw gedachten wel eens wat meer over willen horen. Dat zie ik ongetwijfeld fout. En dat laat ik u dan uitleggen, want u bent ook een hele goede onderwijzer gebleken na de eerste 15 minuten. Dank u wel.
Nou, je ziet het niet helemaal fout, want ik denk inderdaad dat het lichaam het moet genezen. En dat we gebruiken bij stamceltransplantaties natuurlijk normaal het effect van de afweercellen om de kankercellen op te ruimen. Daar komt mijn stelling natuurlijk vandaan. In het geval van de natural killer cellen zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar acute leukemie, hele interessante fase 1-2 studies, waarbij je een groot effect ziet van alleen maar natural killer cellen op de kans op relapse. Van 38% in een historische gematchte controle naar 4%. En dan denk je in dat geval van acute myeloïde leukemie heb je het misschien niet nodig. Maar als je kijkt naar heel veel studies bij solide tumoren, waarbij ze ook hebben gekeken naar het effect van NK-cellen, en dan kom je erachter dat die tumor microenvironment die heel vijandig is richting NK-cellen, ze heel erg remmen, soms een goed effect daarvan verschrikkelijk in de weg staat. En in dat geval denk ik dat we onze natuur een beetje moeten helpen en de afweercellen op de juiste plaats moeten krijgen. En de stoffen die daar de natural killer cellen afremmen, moeten inhiberen, zeg maar. Ja, dan heb ik het toch goed begrepen. Dan nodig ik u wel uit om de stelling van Hippocrates te wijzen, straks in de Van Gorkum-stelling. En dan ga ik toch naar het economische, want u benoemt eigenlijk al in uw antwoord dat de micro-omgeving wellicht toch vijandig is tegen die NK-cellen. Dat komt misschien door de regulatoire T-cellen die daar in hoge mate aanwezig zijn. U heeft ook iets beschreven over het feit dat de NK-cellen wellicht wat jong zijn en wat meer zouden moeten uitrijpen. En in uw inleiding beschrijft u prachtig iets over dat tumor-induced self, waardoor de tumor niet gevoelig is. Nou heeft u ook oog voor het economische. Ik denk dat dat goed is. Wij geven heel veel geld uit in de geneeskunde en dat is mooi. Maar hoe minder is beter, denk ik in deze. Welke oplossingen ziet u nou om die NK-cellen te verbeteren? Gewoon in zijn algemeenheid, dus wetenschappelijk gezien. Waarvan denkt u, welke weg moeten wij gaan? En wilt u daarbij de kosten in oogschouw nemen? Ik denk dat alles wat we toevoegen aan NK-celtherapie, die over het algemeen al heel erg kostbaar is, de behandeling alleen maar duurder zal maken. Want een CAR-NK-cel of zo zou ideaal zijn, of een tri-specifieke antistof, maar het wordt eigenlijk inderdaad allemaal onbetaalbaar. En dat is een beetje het probleem. En ik hoop eigenlijk dat... Ga ik u toch naar het wetenschappelijke brengen. Wat zou u dan kiezen om te kijken wat u de beste approach zou vinden om ziektes te genezen? Ik denk dat het heel erg afhangt van het type van kanker. Dan zie ik bij AML zie je eigenlijk al een enorm goed resultaat met maar 3 keer een NK-cel infusie. En dan denk ik, ja, daar moet je misschien niet extra veel aan toevoegen. Dat is al genoeg. Ik denk toch dat je hoe dan ook uitkomt bij hele dure opties. Maar dat zien we nu ook met de CAR-T-cellen bij lymfoom. Dan ga ik heel kort met u naar pagina 99, als dat mag. Want daar bent u heel uitgesproken. Daar trekt u die lijn. Dat is eigenlijk ook heel mooi. En dan zegt u die kermis met haplo, dat leidt niet tot verbetering bij multiple myeloom. En ik vraag me af of u die conclusie wel kunt trekken. Ik zou met u graag willen spreken over de assumpties die u heeft en de methodologie die u heeft betracht en de patiëntenpopulatie. Zou u uw gedachten daar eens over kunnen laten gaan? Waarom denk ik dat u uw studie misschien met het badwater wegdoet? Onze patiëntenpopulatie is inderdaad een hele erg ongunstige groep. Het waren mensen met een hele agressieve ziekte die al uitgebreid voorbehandeld waren en ze waren ook relatief oud. En we weten eigenlijk dat je allogene transplantatie met name moet toepassen in het begin van de ziekte, wanneer patiënten nog niet zoveel lijnen hebben gehad. Ik ga u iets verleiden. Ik ben nog niet overtuigd van dat hoge risico. U beschrijft mensen die snel een recidief hebben. U beschrijft iets over de klassieke cytogenetica. Wat waren dat nou precies voor mensen? Want ik denk dat uw assumptie die u heeft in de nulhypothese wellicht niet helemaal goed genomen is. Mensen die allemaal proteasomremmers al hadden gehad, die allemaal iets van lenalidomide of iets dergelijks hadden gehad en daarop refractair waren. Dus ik denk dat het over het algemeen wel hoogrisicopatiënten waren. Er zaten wat mensen met een P53 mutatie bij. En ze waren ook betrekkelijk oud. Dus aan de andere kant zie je met heel veel studies terug dat bij het gebruik van post-transplantatie cyclofosfamide NK-alloreactiviteit eigenlijk niet veel uitmaakt. Nee. Dat zag je wel met T-cel gedeputeerde. Als je naar Rutgery kijkt, zag je in 2002 geweldig effect. Maar dat werd eigenlijk nooit meer gezien in de posttransplantatie cyclofosfamide.
Ik kijk even naar de conrector. Mag ik nog één korte vraag stellen? Ja. Ik denk dus dat die 25% wellicht wat hoog is. Dat u een slechtere populatie heeft. En dat gemiddeld die mensen na 2 jaar wel eens overleden zouden kunnen zijn. Maar dan ben ik naar die 50%. Bent u daar dan niet te optimistisch geweest? Want dat heeft ertoe geleid dat u een hele kleine populatie heeft genomen. Ik ben het helemaal met u eens. Maar we dachten oprecht, als we zo'n grote kostenpost willen doen en mensen willen blootstellen aan zoveel ellende eigenlijk, want dat is een transplantatie natuurlijk, moet het ook zeker heel veel opleveren. Ja. Dus als het maar een heel klein beetje winst oplevert, is het niet de kosten en alle moeite van ons als team en van de patiënt zelf waard. Ik ben zeer tevreden met uw antwoord, want u komt toch weer terug bij die kosten. En ik geef het woord graag terug aan de conrector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Hanen, hoogleraar Redox Modulation of Pharmacological and Toxicological Processes aan deze instelling. Professor Hanen was tevens lid van de beoordelingscommissie. Dank u, meneer de prorector. Mevrouw de Plom-Wenders, met veel genoegen heb ik kennis genomen van uw proefschrift, waarin enkele voor mij nieuwe en zelfs onverwachte resultaten zijn opgenomen. Sorry? Ik kan gewoon doorgaan? Ja, ik hoor u nog. Oké, gewoon een echo. Oké, ik zal het zitten bij microfoon. Inderdaad. Dat ascorbinezuur zowel antioxidant als pro-oxidant eigenschappen heeft. Nou, hoe dat precies zit met die paradox, weet ik niet. Dus ik heb ook met veel interesse in uw proefschrift gekeken, kijkende of daar het antwoord te vinden is. En op pagina 25 meldt u dat ascorbinezuur de productie van reactieve zuurstofprocesjes ROS stimuleert. Dat herhaalt u op pagina 133. Terwijl op pagina 185 staat dat een van de rollen van ascorbinezuur is om ROS te reduceren. Kunt u mij aangeven hoe ik nou eigenlijk moet denken over vitamine C en wat het belangrijkste is? Ik heb een deel van uw vraag gehoord en een deel niet. Maar ik denk dat u mij probeert te vragen waarom vitamine C soms wordt genoemd als een antioxidant en soms een pro-oxidant. En ik heb daarin een stuk van u uit 2013 over gelezen. Want daar heb u over gefilosofeerd. En inderdaad, in de meeste studies zie je, of de meeste beschrijvingen zie je, dat de pro-oxidant werking met name bij hoge concentraties wordt gedacht te zijn. En dat het dan is omdat de FE3+ wordt omgezet naar FE2+, en er dan waterstofperoxide vrijkomt. Maar bij u las ik, en dat werd door verrast, dat het juist eigenlijk bij lagere concentraties is en dat de antioxidantwerking van vitamine C eigenlijk veel meer op de voorgrond staat. Dus de werking om vrije radicalen weg te vangen. Ja. En mijn vraag is eigenlijk niet hoe ik erover denk, maar hoe denkt u erover? Ik ben natuurlijk een klinicus en geen chemicus. Dus ik moet het hebben van de mening die ik lees of van de chemici zelf. En wij hebben vitamine C niet gekozen op basis van de antioxidantwerking van vitamine C. Maar we hebben het gekozen omdat we zagen dat het dus van invloed was op de uitrijping en de proliferatie van onze afweercellen. En we denken dat dat niet ligt aan een antioxidantwerking, want dat komt niet door oxidatieve stress of iets dergelijks. Maar we denken dat dat de epigenetische regulatie is die vitamine C geeft in de methylering van het DNA. Ik ben zelf niet zo geïnteresseerd in die antioxidantwerking. Want als ik kijk naar alle studies die zijn gedaan over vitamine C, waarbij ze allemaal hebben gedacht, als je heel veel geeft, dan heb je vast en zeker een geweldig effect. Dan zie je juist hele teleurstellende dingen. Dus ik denk dat je echt moet zoeken naar een specifiek biologisch effect. En niet zomaar moet denken dat heel veel vitamine C alles maar oplost.
Misschien kan ik een ander stapje maken. Ascorbinezuur is een vitamine, omdat in de mens het laatste enzyme in de synthese van ascorbinezuur niet functioneel is. Nou, het is voor mij nog steeds een mysterie waarom die mutatie een evolutionaire voordeel heeft. En in onze evolutie is die mutatie, het onvermogen om ascorbinezuur te synthetiseren, valt samen met het onvermogen om urinezuur op te zetten in allantoïne. En naast ascorbinezuur is urinezuur ook een redoxmodulerende stof. Dus er is een of ander verband tussen die twee stoffen. En mijn vraag is of u daar dat wist en of u daar eventueel ook bevindingen heeft gevonden in uw studie, dat u misschien naar urinezuur heeft gekeken of naar allantoïne. Kunt u daarover speculeren? Ik wist het niet heel erg precies, eerlijk gezegd. Nogmaals, klinicus, geen chemicus. En ik heb daar niet naar onderzocht in mijn studie, sorry. Maar u vond ook geen, want urinezuur wordt vaak klinisch gewoon standaard meegenomen, u vond ook geen andere waarde van urinezuur in de patiënten? Wat zei u precies? Sorry, ik kon u niet goed verstaan. U vond ook geen anomaliteiten, als u heeft, urinezuur heeft u niet bepaald in uw studies? Urinezuur heb ik niet bepaald in mijn studies. Maar ja, we kijken wel heel vaak naar nierfunctie. En bij een fors oplopend urinezuur zien we problemen met de nierfunctie. Ja. Die vragen we ook niet. Maar ik ga toch weer terug naar vitamine C, omdat dat toch mij integreert. En ascorbinezuur, zowel in de pro-oxidantwerking als de antioxidantwerking, hè, wat die mogelijk dan de rol speelt, wordt het omgezet in dehydroascorbinezuur. U heeft een hele fraaie methode ontwikkeld om ascorbinezuur te meten. Heeft u ook naar de andere kant van de medaille gekeken, het geoxideerde vitamine C, het dehydroascorbinezuur in de monsters? Ik vind het allemaal moeilijke vragen als klinicus. Ik heb hier bij dat hoofdstuk 6 hulp gehad van onze hoofdanalist op het laboratorium. En zij heeft me verzekerd dat ze de pH zo heeft ingesteld dat alle vitamine C in dezelfde vorm aanwezig zou zijn. En daar heb ik haar op vertrouwd, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, ook in het lichaam kan vitamine C worden geoxideerd. En dat zou je kunnen identificeren. En dat is op zich wel interessant, want dat is ook nog een elektrofiel die eventueel redox switches aan zou kunnen zetten. Maar ik denk dat mijn vragen eigenlijk te laat komen. Dat we misschien eerder hadden moeten discussiëren voordat dit studie begon. Ik denk dat dat misschien wel de conclusie van dit moet zijn. En ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Schaap, hematoloog Radboud UMC. Ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovenda, ook ik wil u en promotor en co-promotoren geluk wensen met de totstandkoming van dit proefschrift. Mooi klinisch werk dat goed inzicht geeft in de Maastrichtse transplantatiekeuken. Niet voor iedereen altijd hapklare brokken, denk ik, maar de fijnproeven die komt zeker aan zijn trekken in dit werk. En het laat de ontwikkeling zien van de introductie van een hele nieuwe manier van transplanteren, de haploidentieke stamceltransplantatie en de introductie van post-oligocyclofosfamide, waardoor eigenlijk vrijwel iedere patiënt tegenwoordig een stamceldonor beschikbaar is. Eigenlijk heel, heel, heel mooi eigenlijk. En die wereldwijd ook voor veel verandering heeft gezorgd. En ik vind het een echte gamechanger. Maar tegelijkertijd leidt dit ook weer tot nieuwe uitdagingen. En dat blijkt ook wel uit uw proefschrift, dat er hele nieuwe uitdagingen aan deze tak van sport verbonden is. En dan wil ik u graag eigenlijk meenemen naar hoofdstuk 3 van uw proefschrift. Dat zal u misschien niet verbazen. Waarin de introductie van de haploidentieke stamceltransplantatie met post-allocyclofosfamide beschrijft. En een vergelijking maakt met een eerdere poging om de haploidentieke stamceltransplantatie te introduceren. En de stamceltransplantaties met een 10 uit 10 gematchte familiedonor en onverwante donor uit de wereldwijde donorbank. En dan is opvallend in deze studie de hele hoge transplantatiegerelateerde mortaliteit, die veel hoger is dan in de literatuur die deze vorm van transplantatie eerder heeft beschreven. En u wijt dat in uw artikel en ook in de hele mooie samenvatting die nog aan het einde van het proefschrift geeft, de overview, aan een aantal virale outbreaks en het ontbreken van PEP-profilax. En dat hebt u allemaal aangepast. En u hoopt dan met die aanpassingen daar nu betere resultaten mee te behalen.
Maar toch zie je dat daar na die aanpassingen de TRM gedaald is van 60% naar 40%, wat nog steeds hoog is. En als je dan naar de tabel kijkt op pagina 3.2, op pagina 64, dan zie je dat een van de belangrijkste doodsoorzaken eigenlijk niet die virale infecties of PEP was, maar sepsis met 44%. Nou, kunt u dit nader toelichten? Welke micro-organismen brachten deze patiënten zo in de problemen? En wat denkt u hier tegen te kunnen doen, of wat hebt u hier tegen gedaan om dit te voorkomen? Dus dat is mijn eerste vraag en daarna kom ik wel op een aantal subvragen, maar hier hoor ik graag eerst uw antwoord op. Zeer geleerde opponent, u vraagt mij wat voor infecties ze allemaal kregen. Het was een variëteit aan bacteriën, eerlijk gezegd. We hebben wat gram negatieve, wat gram positieve gezien. Waar we eigenlijk denken dat ook een belangrijke rol heeft gespeeld, is dat we vrijwel alle patiënten met een haploidentieke transplantatie, à la Bajica Lupo, hebben getransplanteerd met een myeloablatief schema, TBF. Wat behoorlijk, dat ze niet in de koude kleren gingen zitten, ze waren langdurig neutropeen. Het waren eigenlijk ook wel hele oude mensen. En wat we voorheen wat minder goed doen, wat we nu beter goed doen, is dat we de HCTCI-score eigenlijk wel berekenen op dat moment. Maar we deden geen longfunctieonderzoek, we deden geen hartfunctieonderzoek. En de gedachte was, als mensen de trap op kunnen lopen naar je polykliniek en daar niet hijgend zitten, dan zal dat wel in orde zijn. Dus we hebben deze mensen eigenlijk een beetje overschat in hun fitheid en ze een heel zwaar conditioneringsschema gegeven. Sindsdien zijn we dat anders gaan doen. Geven we alleen nog maar de jongere mensen een myeloablatieve transplantatie. Of mensen waar we een hele keiharde indicatie hebben, geven we het merendeel van de oudere patiënten een RIC. We zijn ook naar de HCTCI-score gaan kijken en we zijn ook longfunctie en injectiefractie in kaart gaan brengen. En van de eerste 30 patiënten waarbij we een longfunctie lieten blazen, hadden 28 twee of drie punten op de HCTCI-score op basis van die longfunctie alleen al. Dus ik denk dat deze groep eigenlijk heel veel slechter was. Want we zijn redelijk mild om mensen goed te keuren voor transplantatie. En dat dit gewoon, dan zeg ik dat die hoge non-relapse mortality gewoon ligt aan de oudere, wat minder gezonde patiënt met veel comorbiditeiten. Ja, want in die Bajica Lupo-studie was de mediane leeftijd van de patiënten zo 43 en 47 jaar. En bij u is het 61 jaar. En hebt u niet overwogen toen u startte met dit regime om upfront te starten bij deze oudere groep patiënten met een veel lichter schema, zoals het Lusnik-schema uit Baltimore, waarbij je eigenlijk een non-myeloablatieve conditionering geeft met post-allocyclofosfamide. Maar waarom hebt u gekozen voor zo'n zwaar myeloablatief schema upfront? Lastig, hè? We hebben toen in die periode contact gehad met Bajica Lupo en die transplanteerde ook gewoon de oudere patiënten met dit schema. Die zijn ook relatief weinig problemen. We hebben ook extra informatie van hem gevraagd, zeg maar. En het is het een of het ander. Hè? Aan de ene kant is het een non-relapse mortality, aan de andere kant is het je relapse risico. We weten dat bij haploidentieke transplantaties, vooral met RIC, het relapse risico eigenlijk best groot is. En als je dat tegen kan gaan met een myeloablatief schema, is dat aanlokkelijk. Dat maakt het altijd lastig. In retrospectie hadden we het misschien anders moeten aanpakken. En we volgen nu het schema van Baltimore ook. Dat we bijna iedereen gewoon een RIC geven met een beetje flu en een beetje TBI. En dan zien we veel minder non-relapse mortality. Maar we zien ten koste van relapse. Ja. Je wordt door de kat of de hond gebeten. Maar daar kunnen we wat aan doen met NK-cellen misschien. Hè? Maar goed, ik had nog een vraag. En dat is wat me ook opviel. Is dat bij de haploidentieke standaardtransplantatie in de tabel relatief veel female donors en male recipients getransplanteerd zijn bij de haploos. Kunt u daar een oorzaak voor geven? Hebt u niet bij neven en nichten gekeken en toch geprobeerd een seksmatch te krijgen? Of in ieder geval geen female donor in een male patient? Of is dit de ultieme mogelijkheid geweest waarbij dit de enige beschikbare donor was? Oh, sorry, bent u er nog? Ja. U viel er even weg in de zaal. Oh, sorry. Omdat wij bij in Maastricht over het algemeen na één kuur, in één intensieve kuur, de AML-patiënten al transplanteren. En we in principe
brengen we de siblings en in het geval van als we een haplo verwachten, de ouders of de kinderen in kaart. Proberen we niet een hele familie stamboom af te gaan, want daar hebben we dan ook geen tijd voor. En dat zal de reden zijn dat er inderdaad regelmatig een female donor voor een male patient was. Oké. En dit alles overwegen, dan zie je dat ook in een niet-haploos setting de TRM relatief hoog is bij u, hoewel dat een non-myeloablatieve stamceltransplantaties zijn. Is daar dan graft versus host de oorzaak? En mijn vervolgvraag daar, Uikers, en dat is mijn laatste vraag, is dat overweegt u dan ook in deze groep patiënten de HLA-identieke en de 10 uit 10 muddenoren ook niet het inzetten van post-allocy om de transplantatie-gerelateerde mortaliteit te reduceren? Wij in Nijmegen doen dat een tijdje en we zien eigenlijk relatief weinig graft versus host bij deze patiënten, maar relapse blijft zeker een probleem, dat geef ik eerlijk toe. Sinds 2020, denk ik, als ik het goed zeg, zijn wij ook begonnen met posttransplantatie cyclofosfamide bij de haploidentieke transplantaties. Dus dat hebben we inderdaad ook ingevoerd, want we zagen daar toch wel redelijk wat graft versus host disease. En de studies werden toch steeds duidelijk dat er bij een deel van de patiënten ook een voordeel lijkt van postallocyclofosfamide, ook in een identieke setting. En dat, ja, dat het zeker niet slechter is. Als je kijkt naar de HOVON 96, was het niet verschillend in overall survival, het gebruik van post-allocy. Maar zag je wel een duidelijk verschil in graft versus host relapse-free survival. En toen zijn we ook overgegaan toen die resultaten bekend werden. Oké, ik ben heel tevreden met uw antwoorden en geef graag het woord terug aan de prorector. Dankjewel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Nijziel, hematoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Ook voor u, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Dank u wel, meneer de prorector, mevrouw de promovendus. Ook mijn felicitaties voor u en uw promotieteam. En u heeft al een paar keer gezegd dat u klinicus bent. En nu gaat u dan van mij ook de klinische vraag krijgen. Ik wilde u meenemen langs een, ik noem het maar even, patient's journey van een second opinion die ik deze week zag, waarbij uw boekje op tafel lag. En dat was een man uit Roosendaal die naar mij toe kwam, gezien mijn lidmaatschap van de Hovon-werkgroep CLL, als second opinion voor zijn CLL. 58 jaar, type commando, tatoeages, kort haar, natural born killer, zal ik maar zeggen. En zijn CLL begon op te spelen. Klieren in de nek, in de buik, op de clavicula, sleutelbeen voor de mensen in de zaal. Dus hij begon klachten te krijgen. En hij wilde met mij van gedachten wisselen over de mogelijkheden van behandeling. En hij begon, het is niet verzonnen, met vitamine C. Wat vindt u van vitamine C bij de CLL? Wij hebben samen in uw boekje gekeken, pagina 139, alle tumorsoorten. Maar we zagen de CLL daar niet bij staan. Is wel wat bekend over vitamine C bij CLL. Het is alleen maar in muizen of ratten of iets dergelijks. Wel een van de knaagdieren. Waarbij is wel eens gezien dat er een synergistisch effect is met het gebruik van ibrutinib, met het gebruik van idelalisib en met het gebruik van venetoclax. Dat is alleen nog niet in patiëntenstudies bewezen. Maar er bestaat wel een ratio voor. Maar primair monotherapie vitamine C zou ik voor CLL niet aanraden. Dat is niet uitgezocht. Dat is niet... Ja. Hoe zou dat kunnen werken bij die middelen? Het theoretische verhaal daarachter? Ik denk dat het toch te maken heeft met de hypermethylatie die je ziet bij heel veel kankersoorten. En we weten dat het vitamine C zorgt voor dat die hypermethylatie minder wordt. Net zoals andere hypomethyleerders. Ja, hij kwam bij mij met een stuk waarin hij liet zien, ik heb het voor u meegenomen ook, dat de CLL-cellen meer toxiciteit ervaren van vitamine C dan de gewone lymfocyten. Mm-hmm. En dat het daardoor additief zou kunnen werken. En hij zou dus ook graag meedoen aan een studie die u gaat opzetten bij CLL, waarbij vitamine C gerandomiseerd wordt en toegevoegd aan ibrutinib en de andere middelen die u noemde. Ik denk dat er heel veel interessante mogelijkheden zijn inderdaad voor vitamine C. Dus zou u het hem aanraden nu om het te gebruiken bij de behandeling die ik ga starten? Ik zou niet aanraden om overdreven grote hoeveelheden vitamine C te gebruiken. Ik denk dat dat nergens goed voor is, want dat is helemaal niet bewezen. Ik weet wel dat heel veel patiënten
met hematologische maligniteit verlaagd vitamine C hebben. Ik zou hem zeker adviseren om gewoon een fatsoenlijke intake te hebben. En als hij dat niet haalt uit zijn fruit, wat natuurlijk op nummer 1 staat, zou hij het misschien uit een tabletje per dag kunnen halen. Oké, dat is één. Ik zie hem morgen terug. Dat zal ik hem adviseren. Het tweede is, hij had heel veel gelezen over dendritische cellen en de natural killer cellen. Mm-hmm. Ook daar had hij literatuur van. En zei, dat lijkt te werken bij CLL. Kunt u mij vertellen hoe dat werkt en wat u daarvan weet? Ik weet daar niet zo heel veel van. Dan moeten we denk ik mijn co-promoter hier aankijken. Die daar een heel mooi boekje over heeft. Hoe zou het kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Ja. Het idee bij CLL is dat immunomodulatoire er heel veel dingen mis zijn. Zouden natural killer cellen dat kunnen opreguleren? Kunt u daar eens over meedenken? Want ik moet hem morgen antwoord geven en ik had dat antwoord niet. Dus ik dacht eigenlijk dat u voor mij dat antwoord nu had. Ja, als je bedenkt hoe natural killer cellen kunnen werken bij CLL, dan zou je kunnen denken, het zijn kankercellen. En wat je... bij NK-cellen nodig hebt om te kunnen reageren, is ofwel missing zelf in combinatie met een paar activerende receptoren, zal ik maar zeggen. Ofwel, je hebt wel een zelf, maar je hebt zoveel activerende receptoren, dus zoveel stress en zoveel narigheid in die cellen, dat de natural killer cell alsnog aanslaat, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Ik heb het hem afgeraden, hè. Er is nog te weinig van bekend. Heel weinig, en... ja. Interessante materie waar we misschien over 20, 25 jaar meer van weten, maar voor dit moment... bent u met mij eens dus, duidelijk. Dan zei hij, god, mijn beenmerg is ziek. En hij had uw boekje goed gelezen. En in het rustige, rustige ziekte wat u liet zien, het plaatje, zou de stamceltransplantatie zinnig kunnen zijn. Hij wil niet al die middelen, maar een nieuw beenmerg. Mm-hmm. Wat is uw gedachte daarover, ziende uw hoofdstuk 2 bij CLL? Nou ja, ik denk als je met je rug tegen de muur staat bij CLL-patiënten, omdat ze een hele agressieve ziekte hebben en het merendeel van die nieuwe middelen allemaal al gehad hebben, dat een allo nog steeds een optie zou kunnen zijn. Alleen die indicatie wordt steeds minder sterk, omdat er zoveel alternatieven komen en al aanwezig zijn. Maar ik heb nog steeds patiënten rondlopen die in de hoofd van 77 is het volgens mij van Michel zijn getransplanteerd. En die nu nog steeds MBD negatief zijn en geweldig gezond zijn en het heel erg mooi doen. Die zijn nu gecureerd, meer dan 10 jaar verder of rond die koers. Ja. Dus het is niet een aanlokkelijke optie met alle alternatieven. Maar als je relatief jong bent en die alternatieven die werken bij jou maar heel erg kort en je bent er al zo doorheen, dan denk ik nog steeds dat we dit soort mensen kunnen transplanteren. Ja. Uw studie is met patiënten van 1984 tot 2016. Mm-hmm. En dat maakt het in deze tijd wat lastig om de toepasbaarheid daarvan te zien met de nieuwe middelen. Ja. Kunt u daar eens over filosoferen hoe dat zal zijn? Zullen de resultaten hetzelfde zijn of zullen de mensen verder in de ziekte zijn waarbij ze het minder goed doen op de stamceltransplantatie? Ik denk dat de resultaten op zijn minst soortgelijk zullen zijn. En misschien zelfs wat beter met de huidige kennis van zaken, zal ik maar zeggen. Want we zien alle resultaten langzaam beter worden. Dus een deel van mijn mensen heeft nog geen die ik hier beschreef in die studie, heeft geen posttransplantatiecyclus fosfamide gekregen. Een deel wel, maar ze hadden heel erg in kinderschoenen. En was iedereen nog zoekend naar hoe het toe te passen en hoe het goed toe te passen. Dat kan je bij ons ook zien. Je ziet daadwerkelijk een groeicurve als je nieuwe methode in je centrum introduceert. Dus ik denk niet dat het slechter zal zijn. Mm-hmm. We transplanteren nog steeds wel eens mensen met CLL. En ik moet wel zeggen, op het moment dat ik geen identieke sibling donor heb, ga ik ook niet meteen naar een haplo in CLL, maar kijk ik toch nog even de werelddonorbank langs voor een identieke donor. Want ik heb de enige studie opgeschreven die een kleine serie van mensen met een haplo heeft. En er zijn gelukkig al studies die laten zien dat als je nog niet behandeld bent met de BTK-remmers of de BCL2-remmers, dat je dan toch nog na een allogene stamceltransplantatie uitstekend reageert. Wat zou u hem nou adviseren qua behandeling? Want vitamine C zegt u, dat doen we niet. De NK-cellen is nog te vroeg. Allo is pas later in de rit. Welke behandeling zou u hem adviseren met zijn CLL die nu klachten heeft? Een kort advies. Zit hij nog in de eerste lijn? Ja. En dan zou ik hem RFC adviseren. Ja, of FCR, hoe je het maar wil. Ik zal dat meenemen in mijn overleg met hem morgen. En dank u wel. En ook namens hem hartelijk dank. Oké, dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Bekkers.
hoogleraar interne geneeskunde en bijzondere hematologie aan deze instelling. Hij was lid van de beoordelingscommissie en is secretaris van deze promotiecommissie. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovendus. Ook ik heb met veel plezier uw proefschrift gelezen en ook mogen beoordelen. En ook ik wil u met het resultaat van harte feliciteren en uiteraard ook het promotieteam. Ik hecht eraan om toch even te memoreren dat u uw werk heeft verricht, uw wetenschappelijk werk heeft verricht naast uw volle baan als staflid, hematologie. En daarnaast bent u ook moeder van inmiddels 3 kinderen. En ik heb dan ook heel veel respect voor hoe u al uw activiteiten heeft kunnen combineren. Dan naar uw proefschrift, dan wil ik toch beginnen met stelling 6. Ik kan een paar en een van u voorlezen. De rol van vitamine C in de behandeling van kanker is, ondanks vele jaren van speculaties, nog steeds onduidelijk door gebrek aan kwalitatief goede klinische studies. Ja, dank u wel. Dus mijn eerste vraag is wederom een vitamine C. Is een persoonlijke hobby misschien, maar ik weet er eigenlijk heel weinig van. Dus misschien kunt u mij daarover onderwijzen. Zoals ook in uw lekenpraatje u dat fantastisch gedaan heeft. Welke speculaties heeft u het over? Nou ja, als je kijkt naar Linus Pauling in de jaren 70 al, toen werd gedacht vitamine C is een wondermiddel en het is geweldig en het werkt overal tegen common cold, tegen alle vormen van kanker. En als je terminaal bent, leef je minstens 4 keer zo lang als je heel hoog dosis vitamine C geeft. Omdat het, ja, om het kanker te maken heeft met oxidatieve stress en dit er tegen zou werken. Daar heeft hij echt niet geanonimiseerd, maar wel heel indrukwekkende resultaten. Maar ik begrijp goed, dat is een beetje wat in de kranten staat, van je moet goed eten, goed drinken, vitamine C, niet 1 kilo. Nou, Linus Pauling is meer dan de krant, hè? 2 keer Nobelprijswinnaar. Zeker, Linus Pauling, zeker. Ja. Maar niet op basis van deze niet studie. Niet op basis van de vitamine C, die studie was. Maar ik wil toch even verder gaan, want daarnaast heeft u over een gebrek aan goede klinische studies. En heeft u dan over de methodologie, over de uitkomstmaten, wat bedoelt u daarmee? Nou, over het algemeen waren de hele studies niet gerandomiseerd en niet geblindeerd, niet voor uitkomstmaten, niet voor de patiënten. En wat je ziet is een heel sterk placebo-effect bij vitamine C. Dat is bijvoorbeeld een orale studie vanuit de Bayer-kliniek. En dat is de reden dat u meer richting de T-cellen wilt gaan en kijken hoe dat biochemisch of biologisch gaat werken. Ik denk dat in die antioxidanthoek veel minder te vinden valt. Als je kijkt naar de epigenetische werking van vitamine C op bijvoorbeeld de T-cellen, de NK-cellen, dan is dat veel interessanter. Als je kijkt bijvoorbeeld bij T2 gemuteerde ziektes, waar het iets doet tegen de hypermethylatie door die T2 mutatie en dat daadwerkelijk tegengaat, dus in combinatie met anti-CD-1. Ja, dat had u eerder ook al genoemd, hè, dus dat is een mooi voorbeeld. Ja, waar ik een beetje mee zit, u heeft een nieuwe test ontwikkeld en dan heeft collega Beker een stuk uitgebreid over met u van gedachten gewisseld en dat begrijp ik. Ik heb die test ook geprobeerd te bestuderen en ik kan hem niet uitleggen, maar wat ik niet goed begrijp is waarom zou het vitamine C gehalte in leukocyte een maat zijn voor de voorraad? Omdat het zo is. Oké. Want als je kijkt het plasma kan me voorstellen, want de halve tijd het wordt opgenomen, maar plasma, ik wil het met aannemen, maar waar ik dan mee zit, en misschien kunnen we daarop antwoorden, is als je kijkt naar het bloed, dan heb je ongeveer, denk ik, 100 keer meer plaatjes en 1000 keer meer eries. Komt daar geen vitamine C in voor? In de concentratie van vitamine C in trombocyten en in eritrocyten is veel lager dan in de... Dus het compenseert niet voor het aantal. En hoe ze erachter zijn gekomen, ze hebben gewoon muizen ontleed en hun organen eruit gehaald. En gekeken wat voor vitamine C zit er in welk orgaan. En dan zie je gewoon organen met meer en minder. En dan is het plasma gewoon een hele slechte afspiegeling van wat er in de organen de totaliteit te vinden is. Want ik zit natuurlijk met onze zeevaders in de 17e eeuw die scheurbuik kregen. Die kregen ze pas na 3 maanden, terwijl de halfvadertijd veel korter is. Maar dat ga ik niet over door. Ik wilde hebben over de haploos nog. Daar is ook al over gefilosofeerd. En u gaat in hoofdstuk 9. Daarmee kunnen we het hele boekje mooi coveren in deze discussie en oppositie. Heeft u een aantal voorstellen. U beschrijft heel erg uitgebreid, ook erg lezenswaardig, over de toekomstige mogelijkheden. En u brengt dat in een figuur. Dat was ook een laatste dia van uw presentatie. Pagina 202, de Future Treatment Choices. En u begrijpt, het gaat heel erg in detail dat u dat allemaal beschrijft. En nu bent u na vandaag klaar met uw eerste wetenschappelijk werk. En wat gaat u volgende week dan doen hieraan? Wat ik wil doen is, we willen kijken of we een studie kunnen schrijven om bij MRD-positieve AML-patiënten in plaats van eerst transplanteren mensen eerst in remissie te brengen met NK-celtherapie.
We zouden graag een interventiestudie willen doen bij TET2 gemuteerde mensen om te kijken of vitamine C misschien... Ik mag kort afronden. Hierop een positief effect zou kunnen hebben, dat ze niet verder richting AML gaan of iets dergelijks, als mensen bijvoorbeeld een MDS hebben. Ik wil kijken naar immuunreconstitutie, de graftcompositie, en of je dat al van tevoren kan voorspellen aan de hand van de immuuncellen van de donor. En het perifere bloed. Ik heb heel veel ideeën. Ja, dat hoor ik heel graag. Dank voor je antwoord. En ik geef het woord graag terug aan meneer de voorzitter. Gwendoline van Gorkom. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Maar dit ging fantastisch. Echt heel goed gedaan. Deze microfoon staat aan, maar het is niet op de luisteren. Ja. We moeten allemaal alles in de slag doen. Ik druk dan niet gewoon eerst als het gewenst is. En dan denk ik wel dat we dat zo doen. Deze kun je het gewoon zo laten staan. Dit inderdaad, mensen horen je alleen in de zaal. Op dat scherm, net als op de luid, als ze daar weer terugkomen. Springt de presentatie weg en dan zien jullie de twee online deelnemers terugkomen. Is het weer dan een beetje dat ze eraan gaan komen? Oh ja. Goed gedaan, dat was leuk om te doen. Ik zal boven met mijn collega de camera's te schakelen. Dus dat was een leuke discussie. Dank je wel. Dus, de baan komen. Ja, dat zou je hebben gehad. Ik heb het ook met de camera. Ja, maar. Het is een idee, maar dan hebben we een beetje, ja. Ik heb het leuk in Amsterdam zijn. Ik heb het wel echt wel heel normaal aan. Ja, ik heb het wel een beetje lastig. Ik heb het zo gestemd.
Gwendoline van Gorkom. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Bos is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Gwendoline Nathanael Vet van Gorkum, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Hij staat. Zeer geleerde dokter van Gorkum, beste Gwendoline, allereerst van harte proficiat met jouw promotie tot dokter. En wat mij betreft zeer verdiende prestatie. Vandaag bevestigd met je presentatie buitengewoon interessante cartoons. Ze worden al gecopy-paste, heb ik net bij de beoordeling gehoord, maar daar mag je niet uit de school klappen. Het beantwoorden van de vragen ging uitstekend en het uiteindelijke oordeel van de leden van de beoordelingcommissie was, zoals je net hebt gehoord, prima. Chapeau.
Ik weet inmiddels dat je een zeer grote hekel aan hebt dat mensen je toespreken met lofuitingen. Helaas, deze keer ontkom je er niet aan. En sterker nog, zometeen gaat ook nog dokter Van Elsen het woord hiervoor. Dus het is tweemaal pijn lijden. Je verliet na een korte periode het medisch spectrum Twente om terug te keren naar Maastricht, waar je onder leiding van professor Schouten je opleiding tot hematoloog een jaar eerder had afgerond. Voor mij onduidelijk waarom je Twente verliet. Mijn genen zijn 100% Twents en er zijn weinig mooiere streken dan Twente. Maar goed, misschien Limburg, zoals je vandaag hebt laten zien. Vrijwel direct na je komst naar Maastricht liet je blijken dat je geïnteresseerd was in het doen van onderzoek. En dus niet alleen dokter wilde zijn en blijven. Ik vond je verdediging, ik ben maar een klinicus, dan ook een beetje schijn af en toe, als ik zo vrij mag zijn. Vrijwel direct na je we zijn gestart in het onderzoek naar vitamine C en met name of we vitamine C in witte bloedcellen konden bepalen. Dit op basis van het vooronderzoek uit ons lab, wat je keurig hebt verwoord in het proefschrift, dus dat hoef ik hier nu niet te herhalen. Het bleek wel een niet eenvoudige weg, die eigenlijk een beetje dood leek te lopen. Maar gelukkig waren er mensen op het lab die je verder wisten te helpen en de bepaling aan het lopen kregen, resulterend in een belangrijk hoofdstuk uit je boekje. Voor mij is het een beetje onduidelijk gebleven of je dit werk in het laboratorium nu echt leuk vindt of niet. Was het de combinatie met een drukke kliniek of heb je eigenlijk niet zoveel met die buisjes? Ik denk voorzichtig het laatste. Je bent op zijn best als je met resultaten kunt spelen en dat blijkt uit de diverse hoofdstukken dan ook heel goed. En je neemt verantwoordelijkheid. Schuurt niet om heel hard te werken, wat blijkt uit de vitamine C interventiestudie. Een enorme klus met uiteindelijk een heel mooi resultaat. Ik kom daar zo nog even op terug. Dit weekend fietste ik door Limburg om een route uit te zetten door het kanker, voor een goede doel voor het kankeronderzoekfonds. Ik kon in je proefschrift de laatste versie helaas niet terugvinden dat dat fonds ook jouw onderzoek in hoge mate heeft gefinancierd. Maar we gaan toch door met een wervende activiteit voor de volgende onderzoekers. En ik kan gezien mijn leeftijd de organisatie geruststellen. In dit heuvelachtige Limburg wordt de volgende tour een e-bike tour. We kwamen tijdens die tour langs een terras waar ik alweer heel wat jaartjes geleden kennis mocht maken met Thomas, jouw oudste. En ik mocht even op hem passen. Je waarschuwde me, het kan soms een lastig jongetje zijn die misschien moeite heeft om te luisteren. Ik vond het nog wel meevallen. Je moest hem gewoon laten doen waar hij zin in had. Waar zou hij dat toch van hebben? Het feit dat je niet de data van de interventiestudie wilde hebben, er is vandaag gevraagd, wat is eigenlijk het resultaat van die vitamine-studie, omdat je niet nog een paar weken later wilde promoveren, in tegenstelling tot wat ik graag had zien, vind ik een uiting van hoe Thomas ook in elkaar zit. Die maakte zelf wel uit hoe vaak hij het trapje op en af wilde klimmen. Vandaag is jouw beloning meer dan een ijsje waar Thomas snel mee te beïnvloeden was. Net als Thomas wist en weet je wat je wil bereiken. Heb je daar volop voor ingezet met een meer dan verdienstelijk resultaat. Zoals ook vandaag voor iedereen hier zichtbaar was. Nogmaals chapeau. En tot jouw verdriet geef ik dan nu het woord aan Gwendolyn. Dank je wel. Zeer geleerde dokter. Van Gorkum, Gwendolyn. Gefeliciteerd. Zoals je vandaag tijdens je verdediging hebt getoond, ben je een persoon van weinig woorden. Snel, to the point en zonder opsmuk. Eerlijk en altijd blijkgevend voor jouw enorme kennis. Jouw verzoek om een uiting van lof ook to the point te houden, zal ik mijn best voor doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Je bent een toonbeeld van Nederlandse bescheidenheid. Toch wil ik nog een paar woorden toevoegen aan de woorden van Gerard. Je hebt het gehaald. Je mag nu in de relaxstand en genieten van de waardering die de mensen hebben en ook zullen uiten voor hetgeen wat je bereikt hebt. Maar niet te lang. Om 3 uur hebben we research bespreken en ik verwacht wel dat je daar aanwezig bent. Toen mij een aantal jaar geleden gevraagd werd of ik jou wilde gaan begeleiden in dit traject om het tot dood heen. Ik was fellow op de afdeling en jij was mijn kritische klinische supervisor. Ondanks dat je het nooit toe hebt gegeven, moet dat ook voor jou raar zijn geweest. Het heeft ons echter eigenlijk nooit in de weg gezeten. In de beginperiode heb ik geprobeerd om die schaarse tijd ook op het lab te kunnen zijn.
Dat was erg moeilijk om je te concentreren op al die experimenten als ook de kliniek aan je bleef duwen en bleef trekken. Toch bleef je elke keer aansluiten bij onze researchbesprekingen. Dus ondanks dat je er niet meer fysiek aanwezig was, liet je wel nog steeds meehelpen met het opzetten van experimenten van onze PhD-studenten. Je had ontdekt waar je kracht lag en ook waar je geluk ligt. Je vindt het namelijk heel leuk om een kritische analyse te doen van de outcome data. Real-world data breng jij naar de next level. Het gaat niet alleen maar over de uitkomsten. Maar je kijkt ook naar de kosten, die neem je daar ook in mee. Je bent daarin eerlijk en transparant. Het hematologische veld drukt heel erg zwaar op onze gezondheidskrachten en die sociale verantwoordelijkheid neem jij serieus. Met name je eerlijkheid in het presenteren van je outcome data bewonder ik zeer. Of research een deel gaat blijven van je carrière is een punt waar wij als promotieteam het vaak over hebben gehad. En we hebben ook vaak getwijfeld. Sinds je proefschrift echter was afgerond, en misschien wat eerder dan sommige mensen wilden, sindsdien heb je al die twijfel weggenomen. Je was opgelucht en dat kon je meteen merken. Vorige week waren we samen op de EAA in Wenen. Elke avond hebben we samen een wandeling gemaakt door de stad. En meestal werd dat aan het einde opgeluisterd door een enorme culinaire verrassing die jij weer had uitgezocht. Tijdens die wandelingen en ook tijdens dat diner hebben we nieuwe baanbrekende studies verzonnen. We hebben nieuwe ideeën toegevoegd aan onze plannen die we al hadden en hebben daarin echt als gelijkwaardige collega's over na kunnen denken. Met gloeiende wangen van trots zat ik in het vliegtuig terug naar Nederland, want ik kreeg een appje van je. De eerste zin luidde: nieuwe studie vitamine C. Dit werd gevolgd door een opsomming van de primaire uitkomstmaat, de deelnemerselectie en de voorgestelde interventie. Dus ja, onderzoek zal een deel blijven van jouw carrière. Daar ben ik echt van overtuigd. En hopelijk kunnen we dat samen blijven doen. Wat veel, maar niet alle mensen weten, is dat je naast het proefschrift dat je vandaag verdedigd hebt, nog een tweede proefschrift hebt gemaakt in dezelfde tijd. Hoofdstuk 1, Thomas. Hoofdstuk 2, Aurélie. En hoofdstuk 3, Alexie. Het valorisatiehoofdstuk van dat proefschrift hebben we nog van je te goed. Beide proefschriften had je nooit kunnen maken zonder de steun van Nicola en van je familie. Therefore, also to you, Nicola, our deepest congratulations. En natuurlijk ook de felicitaties voor je familie. Bij deze gelegenheid wil ik ook het promotieteam danken en de hele commissie bedanken voor het kritische beoordeling, de lovende woorden over het proefschrift. En natuurlijk jullie aanwezigheid vandaag, fysiek en virtueel. Dank u wel. Dokter Van Gorkom, het is mij een genoegen om u ook namens de Universiteit Maastricht van harte te feliciteren met uw behaalde dokterstitel. Zowel tijdens uw antwoord als tijdens uw inleidend praatje en nu eigenlijk opnieuw gememoreerd door uw co-promotor, hebt u de lat heel hoog gelegd wat betreft het toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Wij wensen u daar heel veel succes mee en uiteraard verwacht de universitaire gemeenschap dat dit ook uitmondt in schitterend verder wetenschappelijke publicaties. Van harte geluk gewenst. Ik wil nu de vergadering sluiten. Ik wil vragen dat het gehoor zich al verplaatst naar de receptie. Wij zullen als promotiecommissie hier vooraan nog een foto maken en ook nog een foto maken op de trap in de hoofdingang. Hiermee sluit ik deze academische zitting. Thank you.